We gaan vandaag fillers in mijn neus doen, zodat mijn neus hopelijk weer wat rechter wordt. Wat de meeste mensen vertellen als ze bij mij komen, is dat ze zich storen aan het bobbeltje bij de neus. Ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben Whitney Koeiman, een van de artsen bij Faceland. Vandaag gaan we de Liquid Nose Job behandeling doen. Wat de meeste mensen vertellen als ze bij mij komen, is dat ze zich storen aan het bobbeltje bij de neus. Vooral dat ze die op foto's zien of als ze in spiegels kijken. Dat ze zich altijd aan het bobbeltje storen. En dat ze dat eigenlijk weg willen hebben, dat de neus zo recht mogelijk eruit ziet. Ik zal me even voorstellen, ik ben Nikki. Ik ben assistent filiaalmanager en ik kom uit Putten. Vanaf de voorkant vind ik mijn neus nog wel meevallen. Maar als ik dan foto's van mezelf zie, vanaf de zijkant, dan vind ik het gewoon niet mooi. Gewoon echt een bobbel in mijn neus. Ik verwacht van het eindresultaat dat mijn neus wat rechter is. Tijdens de behandeling kunnen mensen verwachten dat ze meerdere prikjes zullen krijgen. Er zullen een paar zijn die wat gevoeliger zijn, vooral hier bij de neusbasis. Maar hierboven valt het eigenlijk wel mee. Met deze behandeling kan je bereiken dat je neusbrug rechter wordt of dat je neustip gelift wordt. Dus er zijn twee dingen die je kan bereiken, maar het is altijd wel van de zijkant dat je het bereikt en niet van de voorkant. Wow, je ziet wel echt veel verschil. Ja? Oh, hij is gewoon helemaal recht. Hij is helemaal recht van de zijkant.